Beste brouwers, beste brouwsters, medewerkers van een brouwerij wellicht, in ieder geval leden van Craft. Van harte welkom op dit Craft College. Vanwege corona is het nog niet live, hè? Het is digitaal, maar we hebben toch een verbinding met elkaar, dus ik ben blij dat je er bent. Mijn naam is Leendert Albert. Ik zal mij dadelijk nog wat verder introduceren. Vandaag is het thema van dit college een stukje geschiedenis. Dus ga er lekker voor zitten. Ik hoop dat je er klaar voor bent. We hebben ongeveer een uur de tijd, hè, om met elkaar terug te gaan in de tijd. Zelfs iets van 700 jaar. Dus hou je vast dadelijk. Mocht je... het is enigszins interactief, in zover een klein stukje maar. Hoor. Maar in zoverre, als je een vraag hebt tijdens het verhaal, dan kun je die sturen via de chat. Ik heb hier een klein schermpje waarop jouw vraag dan verschijnt. En dan kan ik gaandeweg het verhaal daar ook op antwoord geven, op reageren. Zo goed mogelijk. Dus maak er gewoon gebruik van. Dan hebben we op die manier ook contact. Nou, ik wens je veel plezier. Het thema heet Hop, de eerste bierrevolutie van Nederland. Het is ook de titel van het boek dat in februari 2022, dus dit jaar, verschijnt. Door mij geschreven, dus daar ga ik wat van vertellen. Ik haal er wel wat highlights uit. Ik zei al, ik neem je mee terug in de tijd. Want het is zo dat het nu 700 jaar geleden is dat voor het eerst hopbier werd gebrouwen in Nederland. Brouwers gingen toen voor het eerst hop gebruiken om het bier te kruiden en houdbaar te maken. En dat veroorzaakte tegelijk een hele revolutie. Voor die tijd gebruikten ze nog geen hop, of heel weinig waarschijnlijk. En was ook het bierbrouwproces anders. Dus in die tijd, en dan heb ik het over de 14e eeuw, met de komst van die hop zette dat zoveel vernieuwingen in gang dat je wel kunt spreken van een revolutie op de biermarkt. Hè? Zowel bij de soorten bieren en de consumenten als bij de producenten, de brouwers. Nou, dat is een bijzondere gelegenheid. Die 700 jaar, het is ook goed dat je daar wat van weet. Dus vandaar dit verhaal ook voor Craft. Want het gaat over een heel belangrijk en bijzonder stukje, een soort gouden eeuwen van onze Nederlandse biercultuur. En heel, dat merk ik op presentaties ook in het land, heel weinig mensen weten daar maar vanaf. Hè. Mensen weten vaak eerder wat van de Engelse biercultuur, hè, met porter en stout. De Belgische biercultuur, die ook UNESCO Werelderfgoed zelfs is geworden. Of de Duitse biercultuur met Weizenbier. Maar als het gaat over de Nederlandse geschiedenis van de bierbrouwerij, dan is die kennis eigenlijk nog heel beperkt. Terwijl inmiddels al best veel bekend is, in ieder geval bij bierhistorici. Dus over dat stukje ga ik vertellen. In de periode de late middeleeuwen, ongeveer 1300 tot 1600. Dat was al een hele vroege bloeitijd van de bierproductie. En eigenlijk ook het begin, zou je kunnen zeggen, van de Nederlandse bierindustrie. Dus 700 jaar geleden, we hebben eigenlijk wat te vieren nu. Je gaat ook horen dat bijvoorbeeld Haarlem en Gouda en Delft, die drie Hollandse steden, met name ook de grootste bierproducerende steden van Europa waren. En dat is toch echt wel een bijzonderheid. In die tijd, tussen 1300 en 1600, is Nederland een echt bierexportland geweest. En dat is bijzonder. En het is goed om daar ook van te weten, want zowel dat hopbier als zakken gevuld met hopbellen, maar ook de technische kennis, hoe je met hop bier brouwt, het waren allemaal exportproducten, hè, naar Engeland toe, naar België toe, naar West-Duitsland toe. Dus je zou kunnen zeggen, de Belgische, Engelse en Duitse biercultuur zijn eigenlijk geënt of gebouwd op de Nederlandse biergeschiedenis. En dat is bijzonder en dat is wat heel veel mensen niet weten. Dus dat hoop ik je vandaag wat bij te brengen en daar wat meer over te vertellen. En nogmaals, als je een vraag hebt, stuur die via de chat, dan kan ik daarop ingaan. Nou, mijn naam is Leendert Alberts. Ik ben niet zoals jullie een bierbrouwer. Ik ben bierhistoricus. Wat dat betreft ben ik een wat zeldzame soort dan jij. Bierhistorici, er zijn er maar een stuk of vijf van in Nederland. Ik ben er al een tijd mee bezig met die Nederlandse bierhistorie. Vanaf de jaren 90 eigenlijk. En heb een aantal jaren terug
eerder een boek gepubliceerd. Daar had ik onderzoek naar gedaan naar Amersfoort als middeleeuwse bierstad. Dat was een van de grootste biersteden van het land. Je ziet het ook op het scherm staan. Brouwen aan de Eem heet dat boek. En nu in februari komt het boek Hop de Eerste Bierrevolutie in Nederland uit. Hè, waardoor ik niet alleen Amersfoort, maar heel Nederland in die periode kan bespreken. Ik ben docent op de geschiedenis op de Hogeschool van Utrecht. Ik werk op de lerarenopleiding. En daarnaast ben ik met de biergeschiedenis bezig. Ik geef ook les voor bij Stibon, de nationale bieropleiding. Daar zit bij de cursisten van niveau 1 ook een les over biercultuur en biergeschiedenis. Dus dat doe ik ook. En een jaar of 3 geleden heb ik ook namens UNESCO een reis mogen maken naar Tsjechië. Tsjechië, daar komt niet alleen de pils, maar ook de zaads hop vandaan. Die zal je zeer waarschijnlijk wel bekend zijn. Een van de oudste hoprassen van Europa. En ze zijn in die streek rond het stadje Zaads, of tegenwoordig in Tsjechië is dat Zaatec, zijn ze bezig om ook erkend te worden door UNESCO als werelderfgoed. Want hun hophistorie, de teelt van hop, de hopcultuur daar is wel zo'n beetje 1000 jaar oud. Dus bijzonder genoeg. Die aanvraag loopt nog steeds, dus ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Nou, we gaan een aantal kopjes bespreken, een aantal thema's die vooral erop gericht zijn van wat voor bierrevolutie was er 700 jaar geleden dan gaande. En dit is een beetje de kern ook van het boek. Een hoop dingen moet ik ook achterwege laten hoor, maar het is de kern die we bespreken. Die hoprevolutie speelde zo in de jaren 1320, 1330 zich af, dus in de 14e eeuw. Dat is puntje 2 eigenlijk hier. Maar het is natuurlijk goed te weten van, maar wat gebeurde, hoe was de situatie dan eigenlijk voor die tijd? Hè? Want toen was er blijkbaar nog geen hopbier. En wat dan wel? Nou, je kunt het hier al zien, gelijk spoiler, hè? Maar dat heette dan gruitbier. Dus we gaan ze ook daar eens naar kijken van gruitbier, wat was dat dan? Nou, als die revolutie dan uitbreekt bij puntje 2... gaan we vervolgens ook daar wat op inzoomen van, er waren met die revolutie ook veranderingen in brouwtechniek. En dat is interessant om naar te kijken, want daar komen wel onvermoede dingen uit voort, volgens mij. Nou, die Nederlanders van toen, Nederlandse brouwers van toen, die gingen ook nieuwe bieren ontwikkelen. En wat ik al zei, ook exporteren. Dus daar gaan we ook naar kijken, welke bieren waren dat dan? Misschien komen ze je al bekend voor, maar zo heel bekend zijn ze eigenlijk nog niet. Enkelen zijn nog maar met remakes bezig. Reproducties van wat er toen voor bieren zijn geweest. En het laatste stukje dat we bespreken is dan die bijzondere positie van Nederland in Europa als bierexportland. Het is toch bijna een periode van bijna 3 eeuwen geweest dat Nederland vrij leidend was op de exportmarkt. En na 1600 zakte dat er eigenlijk in en was Nederland wat dat betreft een paar eeuwen lang weer niet zo bijzonder. Nou, export is voor ons nu eigenlijk wel haast normaal. Hè? Nederland is het tweede grootste bierexporterende land ter wereld, na Mexico. Dus voor ons is dat vrij normaal, zou ik maar zeggen. Hè? Hoewel het natuurlijk heel bijzonder is. Die exportpositie is eigenlijk opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog vooral. In de jaren 50, 60 begon vooral Heineken was daar actief mee. Dus dat is nog relatief recent, als je het historisch bekijkt. Maar dat er dus ooit een eerdere periode is geweest dat Nederland exportland was, dat is nog vrij onbekend. Dus daar gaan we op inzoomen. We gaan van start. Ik zou zeggen, hou je stoel goed vast. Of de bike ruck, of waar je ook maar zit. We gaan flitsen 700 jaar terug in de tijd. En ik begin even met een assortiment van inleidende dia, die ook een beetje verklaart waarom het in die eeuwen, die late middeleeuwen, echt een beetje de gouden eeuwen van het bier drinken en de bierproductie waren. En dat kun je op deze dia wel zien. Daar zit een soort ontwikkeling in. In de late middeleeuwen dronken mensen veel bier. Nou, dat is wel bekend. Het gaat om meer dan een liter gemiddeld per persoon per dag. Van jong tot oud, van rijk tot arm. En de reden waarom zoveel bier dronken was, dat er eigenlijk gewoon weinig alternatieven waren. Je had in die tijd uiteraard ook wijn. Maar dat was 6 tot 10 keer duurder, zoals je wat onder op de dia ziet staan. 6 tot 10 keer duurder dan bier. Dus eigenlijk vooral voor de elite, voor de rijken. En Nederland is ook wel een land bekend om zijn zuivel. Dus er was natuurlijk wel al heel veel melk. Maar melk werd in die tijd eigenlijk heel weinig gedronken. Ze had natuurlijk nog geen koelkast. Kon het nog niet lang goed houden. Dus ze maakten er liever boter en kaas van.
Dat kun je zouten, met andere woorden, dat is langer houdbaar, dat kun je ook verkopen. Dus melk was vooral een grondstof voor producten, maar eigenlijk niet als drank gangbaar. Het was wel een soortement van voedingsstof, voedingsmiddel, haast medicijn voor kleine kinderen. Want dat zit nou eenmaal in de natuur, hè. Die worden met melk gezoogd. Maar ook voor zieken, bejaren, maar eigenlijk voor de, laten we zeggen, de gewone mensen. Die dronken heel weinig melk, was niet gangbaar. Ook bestond er nog een alcoholische honingdrank, mede. Dat zie je nog heel sporadisch op de markt tegenwoordig. Dat was er ook. Zet er nog een bos stond er bekend om, de medeproductie. Maar ook mede was er even duur als wijn, dus ook meer voor de elite eigenlijk. Dus gewone mensen dronken vooral bier en de armere mensen ook nog heel veel water. Geloof niet de fabeltjes die je vaak hoort, hè, van water was vervuild, dat was niet betrouwbaar en daarom dronken ze bier. Dat is onzin. Om bier te brouwen hadden ze sowieso al goed drinkwater nodig. Dus met het water was in principe helemaal niks mis. Op de plaatsen waar vervuiling plaatsvond, daar moest je uiteraard geen water gaan putten. Maar op de meeste plekken was dat wel zuiver. Ik ga er straks ook nog even op in. Dus een hoge bierconsumptie in de late middeleeuwen, hè, dus zeg maar meer dan 400 liter per jaar. En na 1600 zie je eigenlijk dat dat steeds minder wordt. Dan komt koffie op de markt, thee, cacaodrank, jenever. Rond 1600 komt dat op de markt. Ja, en die snoepen natuurlijk marktaandeel van dat bier af. Dus dan zie je de bierconsumptie en dan uiteraard ook de bierproductie steeds verder inzakken. Rond 1800 in de Napoleontische tijd, maar ook weer na Wereldoorlog 1 en 2... zakt het zover dat er bijna geen bier meer werd gedronken in Nederland. Dus het is bijna zelfs weg geweest. Pas na de Tweede Wereldoorlog is dat weer iets omhoog gegaan en tegenwoordig zitten we op zo'n 70 liter per persoon per jaar. Maar goed, vergeleken bij de meer dan 400 liter in de late middeleeuwen is dat natuurlijk een enorm verschil. Nou, waarom ze toen bier dronken? Uiteraard het lesse dorst. Maar bier is ook voedzamer dan water, want het is natuurlijk van granen gemaakt. Dus voor de calorieën hadden ze het ook nodig in een voedingspatroon of voedingspakket. Nou, het smaakt beter dan water. Het geeft natuurlijk een lichte roes, dus daar kun je het ook speciaal om doen. Maar vooral ook, en dat gold sowieso hoor, voor voeding in die tijd en ook voor kleding, van status was een belangrijk ding. Dus water geeft natuurlijk helemaal geen status. Dieren drinken ook water, dus daar had je niks aan, kon je niet mee onderscheiden. Maar dus als het even kon en je kon betalen, dan dronk je bier. Maar dan liefst ook natuurlijk de zwaardere bieren, de luxe bieren. Want daar kon je mee laten zien van jongens, dit schenk ik of dit drink ik. Ik kan dit betalen, het geeft status. Dus bier was ook, je had zwaardere bieren en lichtere bieren. Met name die zware bieren gaven ook veel status. Dus ook status was een argument om bier te drinken. Nou, voordat we zo de revolutie laten uitbreken, laten we eerst eens kijken van hoe zag het er, laten we zeggen, tot 1300 uit. We hebben daar wat gegevens over, dus geschreven teksten. Vanaf de 10e eeuw, dus na 900, dan komen de eerste gegevens en dan gaat het over gruitbier. Zo noemen ze dat dan. Het is nog moeilijk om goed de vinger op te krijgen van wat was gruitbier precies. Vaak zijn die teksten in het Latijn, dus dat vertalen is al een dingetje. Maar we hebben ook niet echt recepten of bereidingswijzen waaruit we kunnen afleiden van zo deden ze dat dus. We hebben wel enig idee van wat ging er in dat bier. En wat waren dat voor ingrediënten? Dus daar gaan we eens even naar kijken. Als het gaat om gruitbier, dat woord gruit, dat staat daar natuurlijk centraal in. Sinds de 16e eeuw, toen was die gruit eigenlijk een beetje van de markt verdwenen, is er eigenlijk al discussie van, wat was dat dan precies, dat gruit, ooit? En die discussie loopt door tot op de dag van vandaag. Dus ik heb daar een visie op en die beschrijf ik ook in het boek. Maar de discussie loopt nog, dus er zijn ook wel argumenten tegen. Wat al langer wel bekend is, en daar is iedereen het ook wel over eens. Gruit, als het over gruit hebben, gaat het over een kruidenmengsel. Dus ze brouwden nog niet met hop, maar gebruikten andere kruiden. En daar vaak een mix van. Ik kom daar de volgende dia op. En we weten ook welke kruiden dat waren, omdat brouwers die gruit op een bepaalde plek moesten kopen, aanschaffen. Namelijk in het gruithuis. Je ziet op deze dia rechtsonder een stenen huis. In dit geval in het stadje Elburg. Dat is het gruithuis van de adellijke heren van Putten. Die exploiteerden dat huis. Brouwers die kwamen daar gruit kopen. En die gruit werd in dat gebouw ook gemaakt. En
van dit soort gruithuizen zijn er ook nog rekeningen bewaard gebleven van wat er voor het gruithuis werd ingekocht aan ingrediënten en wat ze daarna aan inkomsten hadden om die gruit te verkopen. Ik zei al, brouwers moesten ervoor betalen, dus die hadden die gruit blijkbaar nodig. Nou, uit die rekeningen, die zijn er bijvoorbeeld van het gruithuis van Deventer, van Zwolle, Dordrecht, ook van een aantal West-Duitse plaatsen, Münster en Keulen bijvoorbeeld. En eigenlijk zie je overal hetzelfde patroon. Dus in die huizen werd gruit gemaakt. Ik zal zo even laten zien wat die kruiden dan precies waren, welke kruiden dat waren. Maar er staat ook bij dat ze mout inkochten of dat ze granen inkochten en daar een mout van gingen maken in dat gruithuis. Dus er moet iets, er was ook een brouwketel aanwezig bijvoorbeeld en een molen om de mout te malen. Dus ze moeten daar ook iets van een moutpap of een wortconcentraat hebben gemaakt. Waar ze vervolgens dan dat kruidenmengsel indeden of doorheen mixten. En dat ja, in een bepaalde hoeveelheid, er staan dan 1 of 2 gruiten werden verkocht. Ja, hoeveel dat is in liters of in volume, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het werd waarschijnlijk door elkaar gedaan. En zo werd het dan als een soort brouwpakketje, zeg maar, die je nu ook al kunt kopen. Als een halffabrikaat werd het aan de brouwers verkocht. Nou, wat was daar nou die functie? Want dat was nog niet gelijk bier. Hè? Dus ze gebruikten het als een hulppakketje, een hulpstof in het brouwproces. Ze kochten dat dus bij het gruithuis. En ik vermoed zelf dat het als een soort giststarter is gebruikt. Hè? Dus het is al iets van een wortconcentraat met die kruiden erbij. En waarschijnlijk is het dan aan de aanjager van de vergisting. Dat het daar iets mee te maken heeft gehad. Net als wat ook wel de zuurdesem bij brood. In latere teksten uit 17e, 18e eeuw wordt gruit ook wel met zuurdesem vergeleken. Of er wordt het zelfs even zuurdesem genoemd. Dus dat maakt wel heel waarschijnlijk dat het ook zo'n functie heeft gehad. Nou, verder weten we dat er vaak als brouwgranen heel vaak haver werd gebruikt. Dat is nu uitzonderlijk. Het is nu vooral gerst. Maar toen was het eigenlijk vooral haver en soms ook wel gerst erbij. Dus dat weten we dan ook. Maar heel veel meer dus niet. Dus hoe dat brouwproces precies plaatsvond, dat is niet helemaal bekend. Vermoedelijk werd het wort, als aftreksel van het moutbeslag, werd het wort nog niet apart gekookt. Zoals tegenwoordig natuurlijk, of al lange tijd, gebruikelijk is. Dat je wort en daar hop aan toevoegt en dat dan 1 of meer uren kookt. Vermoedelijk werd dat nog niet gedaan. We weten dat van de Engelse eel in die tijd. De Engelse eel, daar zat ook geen hop in. Daarvan is bekend, hè? Van ze kookten water of maakten heet water. En met dat hete water maakten ze een moutbeslag. Dan filterden ze het vocht eruit, hè, het wort. En dat lieten ze gelijk gisten. Dus niet ook nog apart in de kookketel en dan gaan koken met bepaalde kruiken. Nee, dat deden ze niet. Dus die hele kookfase, die was er toen waarschijnlijk nog niet. Bij de eel is dat zo goed als zeker dat ze dat niet deden. En we vermoeden dat het ook bij het gruitbier in de Lage Landen zo was. Dus er werd alleen een moutbeslag gemaakt met heet water. En dat wort liet ze gelijk al gisten, waarschijnlijk dus door toevoeging van die gruit. Maar het werd niet nog apart gekookt. Dat is een beetje van hoe er nu door historici over wordt gedacht. Nou, hier de kruiden die in dat gruitbier zaten. En of dat nou het gruithuis van Keulen is, of van Zwolle, of van Dordrecht, daar komen steeds deze 4 ingrediënten terug. Het hoofdbestanddeel is steeds gagel. En gagel is een moerasplantje, groeit op vochtige grond. En dat was toen op heel veel plaatsen in Nederland ook het geval. Hè? Net als polderland is dat niet verwonderlijk. Dus we weten dat van Drenthe en ook in de buurt van Dordrecht, maar op heel veel plaatsen in Nederland kon je gagel vinden in het wild. En gagel werd dan ook geplukt voor de brouwers. Dus er waren mensen die dat deden en die geplukte gagel dan konden verkopen aan bierbrouwers of aan een gruithuis. Tegenwoordig groeit er nog steeds heel veel gagel in Nederland trouwens. Ik kom zelf uit Utrecht. En Utrecht heb je al op de oudste kaart vanaf de 16e eeuw al de gagelpolder bijvoorbeeld aan de noordkant van de stad en de gageldijk. Maar op veel plaatsen komt die naam terug. Ook in Brabant heb je bij Breda een kasteel Gageldonk gehad bijvoorbeeld. In Overijssel bij Steenwijk had je ook de Gagels als wijk, ook tegenwoordig nog. En toen was dat ook een gebiedje. Ook bij Wijchen heb je iets wat nog de Gagel heet. Dus
Het komt ook nu nog veel voor. Sinds een paar jaar is het geen beschermde plant meer trouwens. En kun je dat in die zin dus ook redelijk vrijelijk plukken. Je ziet het links op de dia, linksonder, afgebeeld. Het gaat om de bladeren en de katjes. En die hebben een hele... er zit wat olie in en wat harsen, zeg maar. En die werden beide ook voor die gruit gebruikt. En die hebben een hele kruidige smaak. Nou, dat was het hoofdbestanddeel. Daarna zie je nog berglaarzenkruid. Dat is die helmbloem, die witte helmbloem die je op de foto ziet staan. Die groeide in de Jura en de Alpen. Dus die moesten worden geïmporteerd. Dat is best bijzonder. De zaadjes ervan die smaken als karwei en venkel. Dus ook bitter. Maar sterker, bitterder zeg maar, dan karwei en venkel. Dus dat zal de reden zijn geweest. Ging ook laurierbessen in. Die je ziet afgebeeld. Ook vanwege de oliën, conserverende oliën die daar uitkomen. En ook hars. Dus hars wordt ook vermeld. Ik dacht eerst van daar zullen ze die vaat aan de binnenkant wel mee geharst hebben of zo, de houten vaten. Maar zeer waarschijnlijk was het gewoon een ingrediënt van de gruit. Net als je bij Griekse wijn ook retsina wijn hebt, ook met hars. Hè. Dus waarschijnlijk was het gewoon een van de vier ingrediënten. Dus hiermee werd die gruit gekruid. En samen met dat wortconcentraat was dat een soort giststarter of startpakketje zeg maar voor de bierbrouwers. Er zijn een paar brouwerijen anno nu die ook nog weer bieren, ze noemen het dan gruitbier, maar hoe dat precies is werd gemaakt, dat weten ze ook eigenlijk niet. Maar waar in ieder geval ook gagel in zit. Dus je kunt ook gagelbier noemen. Het Belgische gageleer is wel bekend, denk ik. En zeker ook het gruitbier van Jopen. En ook in het Openluchtmuseum in Arnhem maakt ze bijvoorbeeld het hemelse gageltje dat je rechts ziet staan. Dus men is er al een beetje mee bezig. Het is zo'n andere afwijkende smaak. Ik hou er zelf heel erg van. En dat geeft even een heel ander spectrum zeg maar, aan alle smaken die we bij bier kunnen beleven. Nou, dat gruitbier is best interessant om na te maken. We weten toch al een beetje de ingrediënten. Er zou ook haver in moeten. Dus je zou het nu toch kunnen reproduceren als je wilt. En hoe het precies was, dat weten we toch niet. Dus je kunt een hoop kanten op, zou ik maar zeggen. In Duitsland en de Verenigde Staten, notabene, is gruitbier al heel populair. Ze vinden het interessant. Een bier zonder hop gemaakt en met andere kruiden. Dus ze hebben er zelfs al festivals van gruitbier. En in Nederland, terwijl we hier eigenlijk de meeste bronnen hebben over dat gruitbier, is het dus eigenlijk nog niet zo bekend. Dus nou, wie weet, voor de toekomst gaan jullie er wat mee doen. Nou, begin 14e eeuw zie je echt een omslag in de hele bierbrouwerij, in de biermarkt. Want ik zei al, de hop kwam als ingrediënt op de markt. Dat is niet in Nederland uitgevonden, maar de eerste brouwers van het hopbier, dat zijn de brouwers in de Noord-Duitse Hansesteden. Denk aan Bremen, Hamburg, Lübeck, Wismar, zelfs later ook het Poolse Gdansk. In die steden waren ze al gewend om met hop te brouwen. En vanaf de 13e eeuw gingen ze dat ook exporteren. En met die Hansische koggeschepen, die zeilschepen, kwam het vanaf de Hansesteden. Ging het richting Vlaanderen en Brabant, want daar waren de grootste steden, dus ook de meeste klanten. En die koggeschepen die kwamen door Nederland gezeild. Dus zo raakte dat hopbier, dat Hansische hopbier, ook in Nederland bekend. En het voordeel is, daar zit dus hop in. Daardoor is dat bier langer houdbaar dan dat traditionele gruitbier van toen. Dus een hele andere smaak ook. Echt smaakend naar hop uiteraard, dus bitter. En dat viel hier blijkbaar in de smaak, want er groeide een enorme vraag naar dat hopbier ten koste van het traditionele gruitbier. En we weten dat van nog een oude akte die je hier ook op de dia ziet staan, een akte uit 1321, gedateerd 1 mei, van de graaf van Holland, dat hij daar toestemming geeft aan de bierbrouwers in het gewest Holland, in het graafschap, nu dus de provincies Noord- en Zuid-Holland, om voor het eerst hopbier te gaan brouwen. Tot die tijd mocht dat niet. Dat komt, die gruithuizen die waren in handen van de adel. Dus die hadden zoiets van, ja, als ze nou met hop gaan brouwen, kopen ze geen gruit meer en dan verliezen wij inkomsten. Dus de adel probeerde dat wel tegen te houden, maar die vraag was zo groot dat graaf van Holland zo wijs was om te zeggen, nou, ga dat dan voortaan maar doen, mits je over een bepaalde brouwsel evenveel belasting betaalt als je eerst voor het gruit betaalde. Hè? Dan zou hij er geen inkomsten van derven. Nou, dat is 1321, dus 700 jaar geleden, het graafschap Holland. Maar we weten ook dat in diezelfde jaren in het Utrechtse, dus Midden-Nederland, maar ook Overijssel, dat ze toen met hopbier
brouwen zijn begonnen. En zeer vermoedelijk ook in Groningen. Dat lag nog dichterbij die Hanzesteden. Dus laten we zeggen, rond 1321 ging dat hier in Nederland van start. Nou, ik zei al, het veroorzaakte een revolutie. Want dat gruitbier was eigenlijk nooit zo lang houdbaar, weten we. Waarschijnlijk 2-3 weken, soms een paar dagen. Dat hing een beetje af hoe sterker gebrouwen werd. Maar de bronnen geven aan dat dat hopbier veel langer houdbaar was. Dat kon gewoon maanden goed blijven, net als nu. Dat heeft natuurlijk alles met die conserverende stoffen van de hop te maken. De lupuline. Dus dat gaf een enorm voordeel. Dus je kon nu gewoon, als je wilde, het was langer houdbaar. Dus je kon gewoon meer produceren in één keer. En je kon het ook over een grotere afstand verhandelen, want het bleef toch wel goed onderweg. Dus dat gaf enorme economische kansen voor de brouwers. Waardoor ze het niet meer als een bijactiviteit, een bijbaantje deden van hun huishouden. Eerst was men timmerman en bakte ook brood en brouwde wat gruitbier. En nu kon bierbrouwer echt een ambacht worden. Een beroep waarvan je gewoon kon leven. Dus je ziet de productie van, laten we zeggen, enkele tientallen of een paar honderd liter bier. Zien we enorm toenemen tussen 1300 en 1600. Van een paar honderd tot uiteindelijk wel brouwers van 4000 liter bier. En die brouwketels die groeiden dus ook navenant tot een paar duizend liter. Dus bierbrouwer zijn werd een beroep. En nou goed, dat is dan vanzelf ook de start van de Nederlandse brouwindustrie. Dus eigenlijk ligt hier jullie en ook voor mij natuurlijk oorsprong van hier begint de Nederlandse bierindustrie in de jaren 1320. Je ziet op dat plaatje ook een bierbrouwerij afgebeeld. Dat is overigens een tekening die zeer bekend is van Jan en Caspar Luyken. Het is uit de 17e eeuw, maar ook in de late middeleeuwen kon je zien van daar staat een bierbrouwerij. Een ambachtelijk bedrijf, een onderneming. Ze verraden zich vaak door een putstoel op de werf langs de gracht. Je ziet daar een hefboom staan waarmee emmers water konden worden geput. En de brouwer of een van zijn personeelsleden die kon op die putstoel gaan staan met een trappetje. En die kon zo die emmers omhoog halen. Ze goten dan die emmer leeg in een houten goot. Die zie je dan ook voor de putstoel lopen. En die liep helemaal door de muur van de brouwerij tot de waterketel of de brouwketel. Nou, daar kon je aan zien van daar staat een brouwerij. Het was een hele installatie, ook een nieuwe uitvinding, weer innovatie. Sorry, vaak deelden ze zo'n putstoel met elkaar, want dat kostte nogal wat. Dus 2-3 brouwerijen konden daar zo gebruik van maken. Ze haalden het water dus ook gewoon uit de grachten. En daar werd ook voor gewaakt dat graag water zuiver zou blijven. Ik kijk even naar mijn schermpje, want ik zie daar is van Ted een vraag binnengekomen. Klopt het dat het gebruik van hop door Hildegard van Bingen is uitgevonden? Weet je misschien wat het verhaal erachter is? Het antwoord is nee, dat klopt niet. Hildegard van Bingen was een abdis, zeg maar de directrice van een vrouwenklooster, een nonnenklooster, langs de Rijn. Zij was echt een wetenschapster. Dus heeft verschillende wetenschappelijke boeken geschreven, waarvan een aantal ook bewaard is gebleven. Ook over medicijnen en kruiden en dergelijke. En zij noemt inderdaad zowel het gruitbier, haverbier waarbij ook gruit werd gebruikt. Dat kende ze. Maar zij vermeldt ook al, dan hebben we het over de 12e eeuw, dus dat is vroeg, bier dat je met hop kon maken. En ze zegt ook dat het met hop ook langer houdbaar was. Dus dit is zeg maar nog voor de hopbierrevolutie, zou je kunnen zeggen. Werd er dus af en toe ook al wel. En we weten het ook van kloosters voor het jaar 1000, dat die wel ook al een beetje hop gebruikten. Ook voor bier. Dus in die zin was hop niet per se iets nieuws. Maar wel de schaal en de commercie waarop het werd gebruikt. Maar zij beschrijft die beide dus, hopbier en gruitbier. En ze zegt wel bij van ja, met hop blijft het wel langer goed. Maar ze vond het absoluut niet lekker. En ze vond de heilzame werking ook helemaal niet goed. Ze zei, je wordt er heel erg melancholisch van. Dus zij heeft dat niet uitgevonden hoor. Het was al bekend, ook zelfs vorig jaar 1000 al nogmaals. Zeker bij abdijen. Met hun kruidentuinen. Daar kwam ook hop in voor. Ook voor bier. Maar blijkbaar op de een of andere manier werd dat niet grootschalig nog gebruikt voor die tijd. In ieder geval niet door commerciële brouwers. Dus ik hoop dat daar... Zij dus niet te uitvinden van hop. Nee. Maar wel een fijne bron, dat we er iets van weten. Zij dronk dus liever gruitbier. Dat geeft ook maar weer wat aan. Hè? Wat we ook zien is dat omdat de schaal van productie van dat hopbier enorm toenam, dat er uiteindelijk, als je houdt gist over na het bierproces,
naar het brouwproces, sorry. En dat er ook meer gist moet zijn geweest. Dus die functie van gruit als giststarter, ja, die verdween eigenlijk. Hop kwam daarvoor in de plaats, de productie ging omhoog, er was voldoende gist, die konden brouwers ook met elkaar delen, van elkaar uitwisselen. Dus gruit had eigenlijk geen functie meer. Hop is ook iets dat hoef je niet te verzamelen en ook niet te importeren, die kruiden. Hop kun je gewoon in een tuin vlakbij de brouwerij gaan telen, gaan verbouwen. Dus ook dat veranderde helemaal, daar ga ik zo verder op in. Dus we zien ook dat die gruitverkopen die namen enorm af. En op een gegeven moment, rond 1400, zie je eigenlijk dat al die gruithuizen in Nederland dichtgaan. En dat bijna geen gruitbier meer werd gebruikt. En dat het allemaal heeft plaats moeten maken voor hopbier. Dus vandaar, ik noem het revolutie. Het wordt een ambacht. Je ziet de handel enorm toenemen. Het productieproces gaat veranderen. En gruit is bijvoorbeeld niet meer nodig. Nou, je ziet dus overal commerciële brouwerijen ontstaan. In de dorpen had je mensen die ervan konden leven of die het als bijbaan deden, bierbrouwen. Maar in kleine stadjes, daar had je altijd wel een stuk of 5 of 10 bierbrouwers. En er zijn een paar plaatsen in Nederland die daar nog weer bovenuit stijgen. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar Amersfoort en kwam erachter dat die steeds toch tussen de 50 en de 100 bierbrouwerijen tegelijk hadden. Dus dat is een enorm aantal, allemaal kleine bedrijfjes. Met soms 2, soms 4 mensen personeel. Vaak vrouwen trouwens. Vrouwen hadden een belangrijk aandeel in de bierproductie. Maar Haarlem, Gouda en Delft die stegen daar nog bovenuit. In die 3 steden waren er echt 100 tot 200 brouwerijen tegelijkertijd. Dus dat is enorm veel. Dus dat was hun belangrijkste tak van productie ook. Nou, om je een idee te geven, ik heb hier een oude plattegrond van Amersfoort. En al die blauwe stippen, dat zijn brouwerijen, zoals je ook op dat plaatje ziet staan, hoe dat eruit zag. Met bovenin ook nog een moutzolder en de opslag van hop en graan. Zo'n putstoel voor op de werf en zo'n hefboom. Enfin, dan heb je een beetje een idee. Maar die zaten dus allemaal langs de gracht die zo diagonaal door de stad Amersfoort liep. Waar al die blauwe stippen zijn, soms wel 5 op een rij notabene. Daar werd dus ook door het stadsbestuur goed voor gewaakt dat niet vervuild werd, dat water. Vervuilende beroepen zoals leerlooierijen, textielververijen, textielvollerijen, vollers of volden, het dichter maken van de wollen stof, dat is echt heel vervuilend. Dat mocht alleen maar stroomafwaarts van de brouwerijen plaatsvinden, zodat het water niet vervuild werd. Of langs stukken van grachten of de buitengrachten, waar het ook niet in het brouwwater kwam. Dus er stonden ook strenge straffen op het vervuilen van het water. Dus daar werd echt voor gewaakt en dat water, daar was ook weinig vervuiling dan, want dat werd allemaal erbuiten gehouden. Je mocht ook geen toiletjes in de buurt, poephuisjes, secreten, mocht ook niet bij de grachten. Dus dat water bleef wel zuiver. Nou, ik zei al, gruit hoefde niet meer verzameld of ingekocht te worden uit het buitenland. Want hop, zoals je weet, en dat is nu weer helemaal aan het boomen, zeg maar. Hè? Er worden overal nergens hoptuinen opgezet. Ook door een aantal van jullie waarschijnlijk. Van Groningen tot Rijmerstok van de Gulpener in Zuid-Limburg. Maar dat was toen ook. Hè? Toen dat hopbier doordrong, kwamen velen op het idee van, hé, dan kunnen we ook zelf hop gaan telen. Hoe moeten we dat doen? Nou, we kijken hoe ze dat bij de Hanzesteden doen in de streken van Noord-Duitsland. En daar werd het van geïmiteerd. Dus vanaf de 14e eeuw en ook nog verder in de 15e en 16e eeuw breidde dat uit het aantal plaatsen waar hop werd verbouwd in Nederland. Nou, ik heb hier een aantal op een kaart weergegeven. Dus in Noord-Drenthe, bij Roden en Pijzen. Langs de IJssel ook bij Deventer en Zutphen. Op de Veluwe rond Epe. In het Utrechtse bij Amersfoort en Utrecht zelf. In Holland ook bij Schoonhoven, Gouda. Later ook bij in de buurt van Leiden. Vooral ook in het Gelderse rivierengebied, het land van Altena, het land van Heusden, Schijndel in Noord-Brabant, maar ook Helmond en Eindhoven. Die plaatsen hadden geen indrukwekkende bierproductie, maar wel hopteelt. Rond 1500 waren de hoptelers van Eindhoven de belangrijkste hopleveranciers van de hopmarkt in Keulen bijvoorbeeld. Dus dat was echt een enorme exploderende tak van tuinbouw. En je ziet dat ook weer in de handel terug. Er werd ook heel veel in grote zakken hop
gehandeld. Nou, hoe zo'n tuin eruit zag en hoe ze die hop zeg maar verbouwden, dat kun je een beetje op het linkerplaatje zien. Ik moet bekennen, het gaat daar om wijndruiven. Maar hoe die hop werd opgeleid, was eigenlijk hetzelfde systeem als ze dat bij wijn deden. Dus dat hebben ze uit de wijndruiventeelt gekopieerd waarschijnlijk. Als je naar dat kalenderplaatje kijkt, dan zie je, maar dat is heel smal hoor. Rechtsbovenin zie je allemaal enkele staken staan waar die hop zo langs omhoog groeit. Nou, tot in de 20e eeuw is dat ook dé manier geweest in heel veel landen. Ik heb foto's gezien van Beieren, ook in Tsjechië, maar zeker ook in Nederland. Door bij elke hopland gewoon een enkele staak neer te zetten van een meter of 5-6 hoog. Dus dat is één manier. En een andere manier is dat ze die hoppenstaken ook verbonden onderling met dwarslatten. En soms ook een soort hemeltje, net als bij een prieeltje bijvoorbeeld. Je ziet dat ook een beetje links op dat kalenderplaatje. He, dat ze die rechtopstaande stokken met elkaar verbonden, staat natuurlijk wat steviger. Dus ook dat was een manier om de hop op te leiden. Nou, wat we tegenwoordig zien met die staaldraden, dat staaldraadtrellis, zoals dat heette. Dat is eigenlijk pas een uitvinding uit de 19e eeuw. Vanaf ongeveer 1850 is dat in Europa ontworpen en verder heeft dat zich verspreid. Maar oorspronkelijk stond het dus eigenlijk heel simpel langs zo'n houten staak. Er is een vraag van Ewald binnengekomen over hoptypen, wat voor hoprassen dit zijn. Nou, dat is wel bekend, we weten het niet. Helaas. Die hopteelt is namelijk van die Nederlandse hoppen. Die is allemaal verdwenen. Rond 1900 was het eigenlijk allemaal een beetje gedaan. Dus je ziet in de loop van de 14e, 15e, 16e eeuw neemt die hopteelt toe. In sommige gebieden blijft het heel lang bestaan. Hè? Bijvoorbeeld in Noord-Drenthe, maar ook rond Schijndel. Het Maasdal, boven Maastricht had ik er ook nog bij kunnen zetten trouwens. Daar bleef het nog vrij lang tot in de 19e eeuw bestaan. En toen gingen brouwerijen toch over op buitenlandse hoppen. Die vonden ze dan beter passen bij de bierstijlen van toen. Dus die Nederlandse rassen zijn verdwenen. Dus helaas weten we niet meer, daar is geen origineel meer van. Wat we wel weten is dat die gekopieerd waren van de rassen die ze in Noord-Duitsland toen gebruikten, hè, de Hanzesteden. Maar ook die zijn allemaal verdwenen, net als in Nederland, een beetje in de loop van de 19e eeuw. Dus dat weten we ook niet meer. Dus het zal, de Belgen hebben dat weer van de Nederlands overgenomen, dus Belgische rassen en daarna Engelse rassen, die komen denk ik nog het meest in de buurt van wat er toen ook in Nederland heeft gestaan. Want de Belgen en Engelsen hebben dat namelijk van de Nederlanders overgenomen, dus... Als je een historisch bier zou willen brouwen, hè, zou je bijvoorbeeld Engelse Goldings kunnen gebruiken om die stijl een beetje te benaderen. Ik zou in ieder geval een van de historische edelrassen nemen. Hoor. Wellicht ook Saatshop, want die bloeide een beetje ook in de tijd van die Hanzesteden. Dus dat is ook nog een idee. Nou, ik zei al, het kwam ook in de handel terug. Hè, dus hier zie je bijvoorbeeld ook een stukje uit een koopliedenboekje waar het over die... hopsoorten en ook plaatsen waar hop werd verhandeld en ook wel verbouwd. Je ziet bijvoorbeeld Utrecht, Amersfoort, Schoonhoven hier staan. ‘s-Hertogenbosch is natuurlijk een centrum met aan de ene kant Schijndel, aan de andere kant Land van Heusden, waar heel veel hop werd verhandeld of geteeld en via ‘s-Hertogenbosch verhandeld. Daar woont ook een aantal hophandelaren, in Zaltbommel ook bijvoorbeeld. En je ziet hier ook Overijssel, Drenthe en zelfs Hamburg wordt hier vermeld als streken waar hop vandaan kwam. Nou, we gaan het ook hebben over de brouwtechniek, hè? Want ik zei al, het was een revolutie, dus er moet meer gebeurd zijn dan alleen maar hopteelt. Ik gaf het al een beetje aan, hè? We vermoeden dat bij het gruitbier heet water bij de mout werd gedaan, er werd een moutbeslag gemaakt, dat werd afgefilterd en dat werd gelijk aan het gisten gezet. Er was waarschijnlijk nog geen kookfase. Ik heb hier even het schemaatje wat ik vaak bij presentatie gebruik voor leken die helemaal niet weten hoe maak je bier eigenlijk. Dus voor jullie is het appeltje, eitje en misschien zelfs haast een belediging zo simpel. Maar we doen het er even mee. Maar ik heb hier ook met rood omlijnd van die derde fase van het koken. Ja, dat doen we natuurlijk vanwege de hop. We willen die stoffen uit de hop halen. En gelijk, het wordt ook steriliseren natuurlijk. Ja, er werd toen nog geen hop gebruikt bij dat gruitbier, dus dan hoefde je het ook niet per se te koken. He, dus die derde fase van het koken is waarschijnlijk dus met de komst van de hop een nieuwe stap in het brouwproces geworden. En vanaf dat moment is dat gangbaar geworden en vinden we dat nu tot op de dag van vandaag normaal. We weten uit
beschrijvingen van het brouwproces uit de 16e eeuw al, dat dat helemaal zoals eigenlijk op de moderne wijze, hè, van moutenmaizen, koken en vergisten, dat koken als aparte fase al als heel normaal wordt beschreven. Ja, dus dat is waarschijnlijk met die innovatie van het hopbier meegekomen, omdat dat bij hop ook nodig is om die stoffen daarvan te gebruiken. En dat was nieuw, want bij het kruidbier was dat waarschijnlijk dus niet het geval. Overigens gebeurt nog wel eens, hè, dat bijvoorbeeld voor Berliner Weisse wordt het wordt ook niet gekookt. Dus het is voor de moderne brouwer heel raar, van hoezo niet koken. Hè? Dat is zo normaal, dat moet je gewoon wel doen. Hè? Je moet toch ook steriliseren enzovoort. Ja, maar in vroegere eeuw was het niet per se normaal. We weten trouwens ook van enkele, laten we zeggen, familierecepten uit de 17e, 18e eeuw, dat ze het ook niet kookten. Hè? Dus dat was niet per se zo. En zelfs tegenwoordig, dus bij Berliner Weisse of zo, is dat ook niet per se het geval. Dus misschien een leuke tip om eens mee te experimenteren van wat voor bier krijg je dan als je het niet kookt. Nou, ik wil even de aandacht op het rechter plaatje van de afbeelding, want daar zie je twee mensen, waarschijnlijk een man en een vrouw. Ik zei al, die vrouw waren heel belangrijk in brouwerijen, als medewerkers en ook eigenaressen. Zie je daar een moutbeslag maken in de moutkuip, links. Dit is waarschijnlijk met banden van metaal, dat is best wel bijzonder. Normaal waren ze van hout. En rechts, daar zie je een soort oventje en daar staat een grote brouwketel op te dampen. En je kunt hier dus zien dat het maken van het maïsbeslag, of het maïzen, sorry, het moutbeslag maken en het koken van het wort met hop, dat hier twee aparte processen zijn. Dus dat brengt heel mooi in beeld van, hey, dat is die vernieuwende stap waarschijnlijk van het koken van het wort. Je ziet trouwens ook dat die brouwketel, die hangt in een soort stenen ombouw. Hè. Het wordt ook wel fornuis genoemd, of brouwoven. Die ketel die hangt erin, soms stond die erop. Grote ketels van 3.000-4.000 liter, die waren eigenlijk gewoon helemaal, daar hebben ze met bakstenen omheen gemetseld, dus die stonden wel op een stenen vloer. En er was altijd, dat zie je ook heel goed, een stookopening waar de turf onder de ketel werd geschoven. Maar als die grote ketel op de vloer stond, dan ging dat natuurlijk niet. En dan hadden ze vaak een soort gangetje uitgespaard uit de grond. En dat gangetje liep dan helemaal door tot onder de ketel. Een brouwgang heette dat ook, of een stookvloer. En dan kon je zo het vuurtje met turf onder die ketel maken, maar ook controleren, harder, zachter enzovoort. En archeologen hebben in diverse steden in Nederland en net om Nederland heen van dat soort, de fundamenten van dat soort stenen brouwoventjes ook gevonden. Hier zie je er een aantal in beeld. En daar stond dan dat stenen bouwwerkje met de ketel erin, zeg maar, bovenop. Nou, ik laat het even zien, want ik denk, een raar hoop stenen, maar dit is wel het oudste erfgoed eigenlijk van onze bierindustrie. Er zijn er in Breda gevonden, in Groningen, Arnhem, Zutphen, Amersfoort. Veel steden hebben dit nog, dus het is best bijzonder. Nou, ik zei al, met de komst van de hop kwamen er ook nieuwe biersoorten. Hopbier uiteraard, tegenover het kruidbier dat ze eerst hadden. Dat eerste bier, het oudste bier met hop, dat noemden ze dan ook voor zelf hoppenbier. Of hoppenbier, of gewoon kortweg hoppen, of hoppen. En het was een imitatie dus van die Duitse Hanzebieren. Alleen de Nederlandse brouwers waren zo slim van, ze hebben commercieel succes daarmee. Hè. Ze verkopen het in Vlaanderen en Brabant. Kunnen we daar niet een goedkopere versie van maken, een goedkopere imitatie? Want dan kunnen we er waarschijnlijk, dan wordt het ook goedkoper, kunnen we er meer van verkopen. Hè, meer afzet, meer volume. En dat is gelukt. Dat die Duitse bieren hadden al heel veel gerst waarvan het werd gemaakt. Gerst is natuurlijk het beste brouwgraan. Nederlandse brouwers die gebruikten juist, wat ze ook bij het kruidbier al deden, heel veel haver. Dus we weten uit diverse, de samenstelling van de mouten uit diverse plaatsen, waaronder ook Gouda en Haarlem en Amersfoort en Utrecht, van die hoppenbieren waren voor 3/4 gemaakt van gemout haver. En daarnaast nog iets van 1/4 tarwe. Soms, zoals bij Groningen en ook wel Amersfoort, zat er ook nog een klein beetje gerstemout in. En dus heel veel haver. Het was echt haverbier. De kleur moet roodbruin zijn geweest. Ze noemen het ook wel roodbier in die tijd. En de moutstorting was heel hoog. Je ziet hier al staan 40 kilo per hectoliter. Nou, voor een beetje pils heb je tegenwoordig maar 18, misschien 20 kilo per hectoliter nodig aan mouten. En dit was echt dubbel zoveel. Dus op basis daarvan kun je ook wel, moet het haast ook wel een wat zwaarder bier zijn geweest. Ik heb daar berekeningen voor gemaakt. En ik kwam ook op 6 tot 8% alcohol.
Maar ik moet bekennen, ik heb het bier, dat zie je ook rechts afgebeeld in dat prachtige glas. Dat glas is trouwens niet middeleeuws, maar 17e eeuws. In de middeleeuwen had je vooral stenen kannen, hè, dus dan zie je het bier helemaal niet. Maar ja, wij kwamen eigenlijk niet veel hoger dan iets boven de 4%. Dus misschien was mijn berekening niet helemaal goed. Maar in ieder geval, het kan een zware bier zijn geweest. En vooral Haarlem en Amersfoort blonken uit met dit bier. Hè. Dat bier uit die steden, het hoppenbier was heel gewild. Nou, welke brouwerijen maken dit oudste hoppenbier van Nederland? Nou, eigenlijk nog niemand. Dus ik zou zeggen, de bal ligt bij jullie. We weten van behoorlijk veel steden welke mouten erin gingen en ook hoeveel en hoeveel bier er nou uitkwam. Dus daar kun je toch aardige samenstellingen ook van weten en berekenen. We weten ook ongeveer hoeveel hop ze gebruikten. Dat wisselde wel per plek en per soort wat. Maar we kunnen er echt een mooi bier van maken. Dus ik denk dat dit nog een gat in de markt is en een streven voor de toekomst. Een tweede soort hopbier die op de markt kwam was kuitbier. Dat was ook weer een imitatie en nu zelfs echt de directe imitatie van witbier uit Hamburg. Daar gingen ze in de loop van de 14e eeuw over op deze op witbier in plaats van dat wat je net zag, dat roodbier. En ook dat viel goed in de smaak en verkocht goed. Dus Nederlanders gingen dat ook namaken. Met ook weer heel veel haver. En haver was de goedkoopste graansoort, moutsoort in die tijd. Dus vandaar, dan kan het ook goedkoper worden, dat bier. Minstens de helft was de gemouten haver. Hier zat wel ook wat gerst in, zo'n 30%. En dan ook weer wat tarwe. Tarwe soms wel gemout, soms niet. Een iets lichtere storting, maar nog steeds zwaar per hectoliter bier. Hè, 30 tot 40 kilo. Maar het was in ieder geval, het wordt omschreven als een weissbier, een witbier, een lichtgekleurd bier, hè, blond. Precies weten we het niet. En dit bier wordt, zoals je kunt zien, ook al door een aantal brouwers nagemaakt. De Elze van Naakte Brouwers is vrij bekend. Jopen heeft tijdelijk ooit Frans Hals gehad als variant, maar die is niet meer verkrijgbaar. Ramses heeft de Kuiter. Nou, sommigen hebben het tijdelijk in het assortiment zitten. Zoals ook bij Gutte Pier heeft een kuit gehad. Die zie je rechts onderin afgebeeld. En in Wijk de Duurstede hebben de Wijkse Dikke. En die heeft ook een prijs gewonnen als beste bier van provincie Utrecht een jaar of 2-3 geleden. Dus dit is al wel wat bekender. En ook hier heeft Nederland heel veel succes mee gehad in die tijd. En daar gaan we nu even op inzoomen, hè, naar dat commerciële succes. Want ik zei al, die Nederlandse brouwers imiteerden dus een beetje dat bier van die Noord-Duitse Hanzesteden. Ze maakten daar een goedkopere variant van door heel veel haver te gebruiken. Omdat haver het goedkoopste graan was. Gerst was de helft duurder. Daarmee hadden ze een hele goede prijs-kwaliteitverhouding die goed aansloeg. Zowel in Nederland, bij de Nederlandse consument, maar ook dus buiten de huidige grenzen van Nederland. Hè, naar België, Engeland en West-Duitsland. Nou, ik heb het een beetje geprobeerd in beeld te brengen. Ik had zelf dat van het Amersfoortse bier, want ik kwam erachter dat is ook heel gewild. Bisschop van Utrecht en zijn hofhouding die verbruikte 500 vaten Amersfoorts hoppenbier. En lieten dat steeds vanaf Amersfoort met paard en wagen naar de Domstad, naar Utrecht komen. Terwijl er in Utrecht zelf ook hoppenbier werd gemaakt. Maar blijkbaar was dat Amersfoortse heel veel beter. Ze moesten daar ook bijna twee keer zoveel voor betalen, notabene. Nou, dat werd in heel Midden-Nederland of rond de toenmalige Zuiderzee was dat heel gewild, dat Amersfoortse hoppenbier. Ook in Noord-Holland, in Deventer, in Gelderland en tot aan Zetogenbos toe. Maar het kwam eigenlijk niet over de huidige landsgrenzen heen. Nou, dat kwam wel het bier uit Haarlem, Gouda en Delft. He, dat lag ook, dat is gelijk ook het verschil met Amersfoort. Amersfoort ligt niet aan een doorvaarbare rivier. Een klein riviertje, de Eem. Maar die gaat maar één kant op. Daar komen geen Hanse kooplieden langs. En wel door de Hollandse steden. Hè? Over het IJ, Haarlemmermeer, over de Gouwe en zo richting Vlaanderen. Dus die Haarlemmers, die Gouwenaren en de Delftenaren, die konden ook bier maken en dat met hun schepen richting Vlaanderen verkopen. En je ziet, dat is die hele grote groene cirkel, dat zowel naar het huidige België ging als ook Noord-Frankrijk, Duinkerken en Calais. Waar een goede afnemers ook de hoofdstad van Normandië, Rouen, tot vlakbij Parijs, verkochten ze Nederlandse hoppenbier en kuitbier. Ook naar het Duitse Rijngebied. Dus de vernieuwing kwam altijd uit Noord-Duitsland. Maar, en wat later drong het dan door, via Nederland dan ook in het Duitse Rijngebied.
En uiteindelijk dat hopbier dat zakte zo langzaam af tot in de 16e eeuw in Beieren. Hè. Beieren was vooral ook nog wijngebied. En daar kwam die vernieuwing eigenlijk pas heel laat binnen. Nou, het ging ook het kanaal over, dat kun je op dit kaartje niet zien. Dus daar heb ik een apart plaatje voor. Ik heb hier al wel staan, hè. Dus Amersfoort was een grote bierstad, 50 tot 100 brouwerijen. Maar Haarlem, Gouda en Delft hadden er tussen de 100 en 200. Dat is natuurlijk immens. Ik kan ons vast verklappen, dat komt zo terug, dat ze rond 1500 maakten die drie Hollandse steden al 1 miljoen hectoliter bier. Dat is echt waanzinnig. Tegenwoordig wordt in Nederland jaarlijks ongeveer 24 miljoen hectoliter bier gemaakt. Maar dan van heel Nederland met grote industriële brouwerijen. En van de kleinere craftbrouwerijen uiteraard. Maar toen alleen voor die drie Hollandse steden al 1 miljoen hectoliter bier per jaar. Dus dat is echt immens. Zo groot was het daarna ook eeuwenlang niet meer, helaas. Nou, hier een plaatje van Engeland. Links, daar zie je de Engelse kust met allemaal rode pijltjes. En in al die havens kwam dat Nederlandse hopbier binnen. En het werd ook uit Nederland geïmporteerd, omdat daar Nederlandse en ook wel Duitse kooplieden zich vestigden. Dus die gingen wonen in die plaatsjes en die namen het hopbier mee, omdat ze dat nou eenmaal gewend waren om te drinken. De Engelsen hadden toen nog de Engelse ale, waar nog geen hop voor werd gebruikt. Die moesten er ook niet veel van hebben. Die zaten dus iets, dat hopbier, dat is iets Duits-Nederlands. Ze vonden het typisch voor de Dutch en hun alien drink. En ze vonden dat echt verwerpelijk, vonden het niet smaken. Dus het was vooral voor immigranten uit de lage landen en het Hanzegebied. Maar die gingen zich daar allemaal in die havenplaatsjes vestigen. En op een gegeven moment, na 1400, gingen ze daar ook dat hoppenbier zelf brouwen. Dus ze namen eigenlijk die technische kennis mee, het kanaal over. En gingen dat langs die oostkust en zuidkust van Engeland maken. Met name in Londen hebben zich aardig wat van die brouwers zich gevestigd. Dat zie je ook in Nederlandse namen. En die verengelsten zo'n beetje. Jan wordt dan John enzovoorts. Maar je ziet nog wel aan de achternaam. Bijvoorbeeld Van Dijk, hè? John Van Dijk, ik noem maar wat. Aan die naam kun je zien dat dat Nederlanders waren die die techniek van het hobbybrouwen hebben geïntroduceerd in Engeland. Op het rechterkaartje zie je een plattegrond van Londen. En Londen, ja, nou, grotendeels zelfs nog. Hè? Nu loopt het meer door naar links. Dan krijg je ook dat golfje, die S-bocht, zeg maar, in de rivier. Met de parlementsgebouwen tegenwoordig. Nou, toen nog niet. Je ziet dan wel de Tower of London, een beetje rechts van het midden, langs de rivier, waar de Engelse koning huisde, gevestigd was. En die Nederlandse brouwers, die immigranten, die gingen niet zozeer binnen de stad zitten, maar net buiten de stadsmuren. Je ziet hier wat nummertjes staan. Maar over de rivier de Theems gaat de London Bridge. En daar kom je aan de zuidkant van de rivier in Southwark. Dat heet nog zo. En dat viel buiten de reglementen van het stadsbestuur. Dus daar kon je eigenlijk een beetje je gang gaan, zou ik maar zeggen. Je hoefde je niet aan die regels te houden. En daar gingen die Nederlanders zich vestigen. En ook rechts van, dus ten oosten van de Tower of London, waar nummertje 4 en nummertje 5 staan, bij St. Catharines en East Smithfield heet het daar. Daar kon je ook vestigen zonder last te hebben van regels van het gilde of het stadsbestuur. Dus zij konden zich heel makkelijk daar vestigen, maar ook groter groeien. Want er waren geen beperkende maatregelen die je soms nog wel van de gilden in Nederland had. In Nederland brouwden ze 2 tot 3 keer per week. Nou, dat is nog veel. 1 tot 3 keer per week. En in Engeland mochten ze dat gewoon vaker doen. Dus er waren grote brouwerijen die wel 6 keer per week en een enkele zelfs 7 keer gewoon elke dag brouwden. Nou, je weet wel, wallage, al die vaten. Die brouwketel moet constant maar weer schoongemaakt en weer opnieuw gebruikt enzovoort. Dus daar heb je een hoop ruimte nodig. Opslagruimte, werkruimte, veel personeel. Dus de Nederlandse brouwers, dat waren er vaak niet meer dan 2 of 4, nou niet meer dan 10. En we weten van na 1550 dat sommige Londense brouwerijen, in handen van Nederlandse immigranten ook, dat daar soms wel 30 mensen werkten. Dus die hadden niet zo last van die productiebeperkingen. Nou, daardoor kon ze ook dat hobbier best goedkoop maken. Het hobbier was goedkoper te maken dan de Engelse eeuw. Dus uiteindelijk draaiden ook die Engelse consumenten wel een beetje bij. Van, goed, wij wagen ons toch ook maar aan dat hobbier. De eerste was de koning.
Want ze zei, oh, als dat hobby goedkoper kan, is dat wel wat om dat voor mijn leger, voor mijn vloot in te kopen. Dus de koning met zijn hele, met zijn leger en zijn vloot waren eigenlijk de eerste consumentengroepen, hè, naast de immigranten, die hobbier afnamen. Dat scheelde hen heel veel geld. En daarna ook de Engelse kooplieden in Londen. Hè, dus Londen was al een plek waar ze op een gegeven moment ook dat hobbier gingen drinken en uiteindelijk ook maken. En zo heel langzaam spreidde zich dat over Engeland uit. In Nederland ging dat hartstikke snel. Binnen 2 generaties of zo was Nederland helemaal om, van gruitbier naar hobbier. Maar in Engeland heeft dat bijna 2 eeuwen geduurd. Maar zo rond 1600 was iedereen toch wel aan het hobbier gegaan. En gingen ze zelf voor de Engelse ales ook hop gebruiken. Dus die 2 soorten gingen helemaal door elkaar lopen. Waardoor, hè, als je nu in Engeland ale koopt, dan zit daar ook hop in. Dus je kunt heel goed zeggen, van het Engelse hopbier, of ja, eigenlijk alle bieren van tegenwoordig, want daar zit hop in, dat is eigenlijk begonnen met Nederlandse immigranten die techniek daar hebben aangeleerd. Die hebben zich daar gevestigd, die hebben het overgedragen aan hun Engelse personeel enzovoort. Dus de Engelse biercultuur is voor een belangrijk deel gevestigd op de Nederlandse biercultuur. En dat geldt ook voor België, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Een hoogleraar uit Utrecht die heeft dus uitgerekend van, hè, even economisch, hoe belangrijk was die bierexport? En die heeft dat van het graafschap Holland gedaan, zo rond 1500. Daarbovenaan zie je wat ze allemaal importeren in Holland en wat dat kostte. En daaronder zie je wat ze allemaal exporteren. En dat is toch een beetje het beeld dat wij hebben van Holland en ook de rest van Nederland is rijk geworden door zuivelproducten te exporteren. Hè, vis, hè, de haring en de textiel, hè, de Leidse lakens enzovoort. Ja, dat is allemaal waar. Maar als je hier naar kijkt, bij dat rode pijltje, aan bier verdienden ze nog heel veel meer. Hè? Dus nog meer dan textiel, vis en zuivelproducten bij elkaar. Dus voor Holland was dit by far gewoon het belangrijkste exportproduct. Dus Holland is vooral ook rijk geworden en groot geworden door de bierproductie. En ik noemde al, dat zie je links van dat schemaatje staan, hè, dat Haarlem, Gouda en Delft rond 1500 een miljoen hectoliter bier maakt. En dat is echt waanzinnig veel. Dus die plaatsen waar ook de grootste bierproducenten van Europa is was Hamburg dat, tot rond 1400. En daarna namen deze 3 Hollandse steden die positie over. En dat is toch wel iets heel bijzonders. Nou, dit is eigenlijk ook de laatste inhoudelijke dia. Dus wat ik mee wilde geven, hè, dat die periode van 1300, hè, de komst van het hobbier, tot 1600. Hè, daarna komen er andere dranken op de markt. In Engeland, België en Duitsland gaan ze die Nederlandse bieren namaken. Dus dan daalt de export, want ze maken het zelf. En dan gaat het, zeg maar, Nederland exportland gaat dan weer achteruit. En dan is die bloeitijd eigenlijk vanaf 1600 een beetje voorbij. Tot weer in de 20e eeuw na de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik hoop dat je hier de essentie van hebt meegekregen. En dat je ook zeker trots kunt laten groeien over die Nederlandse biercultuur en niet per se meer over dat Duitse en het Rheinhuisgebot dat helemaal niet belangrijk was of de Belgische biercultuur. Kijk eens zelf naar onze eigen wortels. En ik hoop dat die essentie is overgebracht. Deze maand februari is het boek ook te kopen. Daar zal ik nog even reclame van maken. De eerste bierrevolutie in Nederland te bestellen of te verkrijgen in boekwinkels en sowieso ook via internet te bestellen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de aandacht. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. En ik kan nog wat vooruitblikken met jullie naar het volgende college van Craft. Dat zal zijn op 17 maart. En die wordt gegeven door de gastspreker van dan is Constant Keinemans. Een heel bekende naam van brouwtechniek. En hij gaat het hebben over HACCP. Dat is mooi dat hij er wat van weet. Ik moest het opzoeken en heb deze afbeelding gevonden. Dus dan zegt het me wat, hè, over veiligheidscontrole. En dat zal het onderwerp van die keer zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor je aanwezigheid. En wellicht tot ziens.